Hoi mensjes. We zijn heel erg blauw omdat de PlayStation aan staat hier. Ja. Maar wij zijn net teruggekomen van... Ik ben een alien. Ja, we zijn heel erg blauw. Wij zijn net teruggekomen van kerstvieren. Ja. Bij... Oma Liesje. Ja. En we hebben dus allemaal cadeautjes gehad. Dus... Ja, hoeveel cadeautjes? En we hebben trouwens weer... Hè? Er was nog een tas. Dat bed in de slaapkamer gezet. Zodat ze bij ons kan liggen. Je past met je kleuren wel heel erg in de kerststem. Deze zijn. Oké, we gaan eerst. Ja, eerst dit, want we weten niet wat dat is. Natuurlijk niet, het is voor mannen. Kijken. Nivea set. Lekker hoor, kan die weer fris ruiken. Doe even een duimpje omhoog en abonneer voor ons kanaal. En doe dat zeker ook op mijn kanaal. Op Selina's nieuwe kanaal, Selina's World. Ja. En morgen hebben we nog meer kerst. Ja. Dus daar nemen we jullie ook mee. Maar dit was onze eerste kerstdag. Sorry dat ik niet de hele dag heb gevlogd. Nou, doe eens normaal. Doe lekker een duimpje omhoog. Of omlaag, wat jij wilt. Nee, doe normaal. En doei. Doei mensjes! Hallo kerstman! Ja, maar gewoon van toast. La 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 la. Sand was coming to town. Yeah! Sand thank you.
weet niks over. Leuk. Dat maakt mij niet uit. Maar waarom het eerst is? Die is zo klein. Maar die is klein, die kan heel groot zijn. Ik ben in de auto, want ik was dus mijn autosleutels vergeten op kantoor. Zo chaotisch als dat ik ben, ik moest iets halen op kantoor. En gelukkig kwamen Ashley en Sharon mij halen, want we waren naar de bioscoop gegaan. En ik wou een pakketje ophalen van kantoor. Dus ik dacht, nou, neem ik altijd mee. Dadadadada. Behalve mijn autosleutels, dus toen stond mijn auto er. En Maarten heeft me net naar de auto gebracht. Dus ik ga nu eventjes weer naar huis. Het is 11:30. Nu. Dus ik had een pakketje op kantoor gekregen. En ik dacht, hè, wat is het? Ik heb niks besteld. Maar het is dus van Sugar Bear Hair. Ik heb een contract met Sugar Bear Hair. En ik ging het dus net openmaken. Toen dacht ik, nee, dit moet ik echt laten zien. Moet je kijken. Ik weet nog niet wat erin zit, hoor. Moet je kijken hoe leuk. Ik ben heel benieuwd wat erin staat. Oh! Oké, nou. Nou, is dit even leuk? Meer holiday cheer. Nou, dit vind ik echt top. Staat er nog iets in? Nou, staat mijn naam. Somaira. Dit vind ik zo leuk. Ik ben dus heel benieuwd wat erin zit. Is dit allemaal, jongens? Wat leuk. Nee, rot op. Wat zit hierin? Tiffany & Co. Dit meen je niet. Hè? Hallo, weet je wel wat hier allemaal in zit? Ik ben zo benieuwd. Moet je zien, jongens. Oké, ik ben er even voor gaan zitten. Want... Ik ben net trouwens naar de bioscoop geweest met Joost, Sharon en Ashley. En ik moest even naar kantoor, want ik moest nog iets ophalen. En ik zag dus dat pakketje en ik pak het net uit. En ik zie gewoon... Het is dus van Sugar Bear, een kerstcadeautje. En ik zie gewoon een Tiffany's & Co. doosje. En dit. Dus ik had het zo niet verwacht. Ik ga het nu uitpakken, hoor. Is dit een tasje? Nee. Kijk nou. Wow, wat lief. Nou, dit vind ik leuk. Staat gewoon mijn naam op. Nou, jongens, ik ben helemaal. Nou. Oh mijn god. Ik ben hier zo ongelooflijk blij mee, dat wil je niet weten. Nou, wordt mijn dag even goed gemaakt? Nou, mijn dag was al wel goed, daar niet van, maar... Kijk nou. Ik ben bijna sprakeloos, zo leuk vind ik dit. Ik ga nu dat merk opzoeken, want... Even kijken. Ik ken het helemaal niet. Ik ga eens kijken. Daar zijn dus die... Daar zit al tasje van. En je kan allemaal... Even kijken hoor, als ik het goed zie. Nou, dit is zo leuk, jongens. Dit is zo'n verrassing.
Je kan dus allemaal tasjes, portemonnees en zo met je naam laten bedrukken. Hoe leuk is dit? Oh, ook telefoonhoesjes. En het komt in zo'n, het is een beetje een zijdeachtig tasje. Hier zie je ook weer Tiffany's & Co. In de boom. Ook staat mijn naam op. Dit meen je niet, jongens. Moet je kijken. Ik weet niet of je het kunnen lezen. Waarschijnlijk niet. Hij pakt de achterste. Hij moet hier voorscherp worden. Wacht. Dus dat is op. Happy holidays, Somaira. Love, sugar bear hair.